Deze video gaat over het gebruik van telemetrie bij het opsporen van dieren. Bij telemetrie is er een zender aangebracht waardoor het mogelijk is de locatie van een dier te achterhalen. Dit kan een GPS-zender zijn. Zo'n zender zendt één keer in zoveel tijd de locatie naar een satelliet, waardoor het duidelijk is waar het dier op dat moment verblijft. Dit is handig om de locatie van een dier te achterhalen zonder zelf te moeten zoeken. Dit kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld migratiepatronen te achterhalen. Een VHF-zender zendt een radiosignaal uit op een bepaalde frequentie. Dit signaal kan worden opgepikt met een ontvanger en een antenne. Dit is handig wanneer je in het veld op zoek bent naar een dier. De zenders zitten vaak in een halsband, maar doordat bij neushoorns de nek breder is dan hun hoofd, waardoor de halsband af zou vallen, plaatst men de zender bij hen in de hoorn. Als je op zoek bent naar een dier, kan je de antenne verticaal houden of horizontaal. In de verticale stand is de ontvanger gevoeliger voor het radiosignaal, waardoor je deze eerder oppikt. Dit is handig om een signaal op grote afstand op te vangen. De exacte richting waar vandaan het signaal komt is echter lastig te bepalen. Dit kan alleen goed in de horizontale stand. Wanneer je op zoek bent naar een signaal, moet je met de antenne een cirkel maken, zodat je in alle richtingen scant. Wanneer geen signaal wordt ontvangen, hoor je een ruis. Een signaal van de VHF-zender klinkt als piepjes. De richting waar vandaan de sterkste piepjes komen, is de richting waarin het dier zich bevindt. Sommige zenders zenden verschillende signalen uit. Langzame piepjes wanneer het dier rust en snellere wanneer het dier beweegt. Hierdoor weet je of een dier zich verplaatst. Om te achterhalen waar het dier is, moet met behulp van een GPS-apparaat de richting van het signaal bepaald worden. Je weet dan op welke lijn het dier is. De exacte locatie bepaal je door vanaf een andere plaats opnieuw de richting te bepalen, zodat je ook daar vandaan een lijn kunt trekken. Het kruispunt van beide lijnen is de plek waar het dier zit.